Het bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek, Mariendaal in Oosterbeek, heeft er een vleugel bij gekregen die in tegenwoordigheid van vele landbouwdeskundigen uit ons land door minister Mansholt officieel werd geopend. De bouw en de inrichting van dit project zijn gefinancierd uit de tegenwaarderekening van de ICA. Het grondonderzoek, zoals het op Mariendaal en ook in enige andere laboratoria verricht wordt, heeft tot doel aan de boeren advies te geven, onder andere over de juiste bemesting, waardoor de productiviteit verhoogd wordt en er tevens een besparing van kunstmest wordt verkregen. Het gewasonderzoek is onder meer noodzakelijk voor het vaststellen van een juist voederrantsoen voor het vee. Chemische analyses verschaffen inlichtingen over eiwitgehalte en zetmeelwaarde der gewassen. Verder onderzoekt men de minerale samenstelling ervan. Dat wil zeggen de verhouding waarin kalium, natrium, calcium, magnesium enzovoort erin voorkomen. De resultaten van dit onderzoek dragen veel bij tot een betere bereiding der producten en ook tot betere conservering bijvoorbeeld. Denken we maar aan het inkuilen van gras. In het bedrijfslaboratorium in Oosterbeek, dat door de Nederlandse boerenorganisaties zelf is opgericht, kunnen per jaar 70.000 grond- en gewasmonsters onderzocht worden. In Barne